goed gekeken, dus een gloednieuwe video van Warzone. Ja, het is even weer een highlight video, omdat ja, ik heb nog niet FIFA 22. Maar als ik die heb, gaan we sowieso veel rifles of krijgen, zodat we bijna elk weekend hopelijk die weekend league kunnen doen. Ik zeg het trouwens wel even steeds opnieuw. Ik ga nu echt FIFA krijgen, alleen dan komt het toch. Ga ik toch Warzone doen of Fortnite, what the fuck. Maar dan moet ik juist gewoon FIFA grinden. Maar dat gaan we dus nu echt gewoon doen. Maar nu even over Warzone. Dat was van de stream van woensdag, afgelopen woensdag. En wat was daarin? Terwijl het laat, dat was een in of te laat potje was het. En ja, twee dingen was dood. Terwijl die had de gulag niet overleefd. Volgens mij was het in de gulag. Zo, en ik was toen nog, ja, ik kwam terug. Maar ik had, of nee, hij was er wel nog. Maar, ik bedoel hem, we hadden geen plates. Nee, we hadden gewoon geen armor plates. Terwijl ik vond er gewoon steeds geen. Dus ik moest echt gewoon heel voorzichtig voorbij iedereen, of in ieder geval waar dat mensen dan langskwamen. Omdat, ja, ik moest eerst plezen. Maar ik vond dat steeds geen. Echt, dat vind ik zo jammer op het laatst als je net terugkomt. Er zijn bijna geen armor plates meer. Of, ja, dit is gewoon bijna allemaal niet meer. Terwijl je, het is allemaal, ja, al geloot en je vindt geen plates meer. Dat is echt zo kloot als je dan van tevoren al hebt geschoten. Maar ik ga jullie gewoon naar die highlights sturen en dan kunnen jullie het zien. Want ik heb nu ook de Farah, terwijl de FFAR, die is trouwens nu ook legendary. Ja. En dat is best wel vet, best wel fijn. Alleen ik heb nog met de Bofrock gespeeld. Maar ik ga jullie gewoon naar die highlights sturen. Zie je mensen achter? Oké, ik land hier. Yep. Volgens mij is er bijna niemand geland. En dan heb je gewoon snel je loadout. Wat was, oh, dat was volgens mij ja. Volgens mij ging jij net een level trouwens omhoog. Ja, volgens mij wel. Ja, zo toen dat je ja iets unlockte of zo. Build die. Need some big caliber. Ik gebruik ze eigenlijk niet, maar ja, ik neem ze wel gewoon altijd mee als ik. Ik vraag me trouwens echt af wie gebruiken er eigenlijk gewoon echt een shotgun in Warzone. Volgens mij bijna niemand. Maar niet echt als loadout of zo. Ja, die pak ik wel. En wil jij die? Want
Een helikopter. Yo, welkom. Kom bij de stream. Oh. Ik wilde net gaan kijken. Omdat het meestal komt bij jongens vol. Ook is het te merken, we kunnen naar loadout. Als er niemand is. Maar ook merk je het aan het gedrag. Jongens zijn gauw drukker dan. Ja, maar dat sowieso dat. Wil ik dus, ja, hopelijk dat ze dat dan zo snel mogelijk kunnen doen als ik gewoon lekker op tijd beneden zit ben. Oké. En, ja, en ik sta ook gewoon bij het hoe ingeschreven, meer zo'n, ja, waar dat mensen, waar iemand is, gewoon de hele, ja, of waar in ieder geval, ja, mensen zijn. Als er iets is, ja, dan is er wat iemand. Dat is toch anders. Nee, maar hoe meer, ja, bij mij is dat hier is, ja, zoiets is het voor, nee, niet GGZ. Ik weet niet meer. Dat gele hier? Dat gele hier? Marking waypoint. Deze. Welkom. Your teammate got a proper sorting. We're sending them home. Okay, welkom was. Your team is KIA. It's up to you now. Stand by for quarters. Lekker. Geen idee trouwens wat die een aan het doen was. En even, ik heb dat ene altijd gehoord. Ik wil je wat terugkopen, alleen ja. Ja, en dan, oh, echt zo sneu. Echt sneu. Nee, ik durf dan niet naar binnen te lopen. Ik heb geen wapens of niks.
geen probleem. Ik heb geen shield. Ja, maar ik heb even. Ik ben elf. Ik heb echt gewoon een probleem. Ik heb gewoon geen plate. Wacht, hier misschien in die garagebox. Zal ik gewoon. Ja, als ik nou. Echt. Gas closing in. Relocating the safe zone. Waar zijn ze dan heen gegaan? Maar daar ligt toch niks meer, denk ik. Ik moet gewoon geluk hebben met wat ik van plates nog tegen kan komen. Ik heb gewoon echt gewoon plates nodig. What the fuck?